Ja, welkom bij de piepshow en ja. uh, ik, ik ga meteen aanzetten jongens, jongens, jongens. Het is een feest, het is feest Boris. Is het feest? Wat het is feest. Niet? Het is officieel. Ik had een feesttoeter moeten meenemen, ik had gewoon een feesttoeter moeten meenemen. Uh, Activision Blizzard is officieel, officieel onderdeel van Microsoft. Ongelooflijk. Bang. Je hebt me uh, tenminste een half jaar geleden al beloofd dat we het hier nooit meer over gingen hebben. Nee. En elke week is het het uh, belangrijkste thema. Het is het belangrijkste thema, maar het is, het is nu rond. Dus nu zou het dan uiteindelijk klaar moeten zijn. Ik vind het ook leuk. Onmiddellijk weer nieuwe geruchten op. Uh, Eén iemand die zei 100% zeker: uh, wat was het nou? Sony heeft al een deal met Bandai Namco om over te nemen. Dat wordt binnenkort bekendgemaakt. Oké, okay, dat vind ik. Ongeloofwaardig, laat ik het zo zeggen. Uh, hetzelfde geldt voor uh, Microsoft gaat wat doen met Square Enix. Uh, ja, we gaan nu naar de volgende trap toe. Maar ze ja. hebben een mooi filmpje gemaakt. Uh, alles erop en eraan. Um... Maar ik wil eventjes weten wat dat voor mij als Game Pass gamer betekent. Exact. Kan ik nu eindelijk Diablo 4 uh, spelen op Game Pass? Kan ik nu uh, uh, alle Diablo spelen op Game Pass? Kan ik nu uh, uh, Call of Duty spelen op Game Pass? Wat gebeurt er allemaal? Um, op dit moment gebeurt er nee. nog heel weinig. <laughs> uh, het is natuurlijk net vorige week rond. Uh, dus er is een, een, een roundtable geweest. In ieder geval met alle uh, belangrijke personen over uh, ja, wat gaan we nu doen. Ja. Het uh, enige enig, wat daar concreet naar voren is gekomen is blijkbaar dat iedereen wil, weer wil dat Guitar Heer alweer opnieuw wordt uitgebracht. Ja, ik vind het heel erg <laughs> jammer dat je dan weer, dat we weer gaan vervallen in dat soort shit. Weet je, ik ja. wil, ik, ik snap weet je, ik vind uh, Battlefield Bad Company tof. Nou, er moet een nieuwe Komen. Het is allemaal leuk en aardig, maar mm -hmm. als je gewoon kijkt, zo'n studio verandert door de jaren heen. Weet je, ik bedoel, uh, het oorspronkelijke Dice-team bestaat niet meer. En dat zie je terug in hoe ontzettend kapot de Battlefield franchise is. Ja. Um, dus ik ben benieuwd, oké, okay, wat haalt Activision of wat haalt uh, Microsoft nou eigenlijk in huis met dat, met dat Activision, Bethesda, uh, Blizzard-verhaal? Uh, ja, wie hebben ze dan allemaal? Hoe groot is dat? Nou ja, dit, dit, dit is wat ze nu. Allemaal hebben en dat is veel. Echt heel veel. Uh, uh, heel veel studio's, en ik denk, laat ik het wel zeggen. Ik denk dat je twee dingen moet onderscheiden. Je hebt nu, we gaan nu in fases werken. Kijk, Xbox heeft een soort van vergezicht. Nou ja, dan gaan we weer richting die 2 miljard mensen die ze willen bereiken. Ja. Um, we zitten nu in het beginfase. De beginfase is gewoon, op dit moment zijn het vooral de hardcore gamers. Dus inderdaad, ja. iedereen neuzelt over, komt, komt bijvoorbeeld StarCraft, wordt dat nu gemaakt? Kom op Microsoft, je moet nu StarCraft gaan maken. Of wordt dit, of komt dat nog terug? allemaal wel, maar dat is niet de bigger picture. Dat is voor Microsoft allemaal bijzaak. Ik denk dat heel belangrijk is wat gaat hiermee gebeuren met dit Call of Duty. Omdat hier zit in potentie, met name dat Call of Duty Mobile zit enorm veel uh, uh, uitbreidingsmogelijkheden. Denk aan China, denk aan India en al dat soort landen. Mensen die gewoon geen console hebben, geen ja. snel internet, wel een mobiel. Wat kan daarmee? Ik denk dat dit heel belangrijk gaat zijn. King, uh, uh, met al die, uh, die, die, die casual stuff. Ik denk dat bij Blizzard bijvoorbeeld World of Warcraft, kunnen ze dat bijvoorbeeld ook naar de mobiel of misschien naar consoles krijgen. Ik weet, ik weet niet, er is één ding, jij, ja, ja, dat ja. is bij overnames eigenlijk, zeker door overnames door grotere partijen altijd mm -hmm. het geval. Kijk, wat je, je hebt, je voor, je hebt een bedrijf en er werken honderd man, dan werken ja. er bij zo'n bedrijf misschien vijf of tien mensen die echt, dat zijn de visionairs. Weet oh, dat, je, dat zullen zijn. zeker mensen uitgaan. Uh, maar, maar niet zomaar mensen. Dus die visionairs ja. die, dat, die eigenlijk de richting van dat bedrijf uh, bepalen, mm -hmm. um, die, die hebben een heel andere rol op het moment dat zo'n Colos komt ja. en die die lijft het in, want je ziet het. Hier, die medewerkers staan eronder. Ik bedoel, ze hebben Microsoft Game Studios heeft nu bij elkaar tegen de 25.000 medewerkers. 15. Ja, nee, 23.000. Maar dat betekent ook ja. dat al die creatieve mensen die moeten met elkaar gaan concurreren. Ja. En het ding met creativiteit is, het het werkt niet helemaal goed. In een uh, hele concurrerende omgeving. Mm -hmm. Dus wat je krijgt, de mensen die goed, die goed overleven in een omgeving met veel concurrentie. zijn mensen met een olifantshuid. Weet je, die naar beneden mm -hmm. kunnen trappen en naar boven kunnen likken. Dus die doen het goed bij dit soort uh, organisaties. En die, de, de soort van creatieve geesten. die zoeken een weg van weinig weerstand voor hun creativiteit. Want creativiteit ja. laat zich niet. Uh, in het harnas van een excel sheet rammen. Mm -hmm. En daar ga je achter komen. En zelfs al zijn Bethesda en Activision en King. en, en, en was. Uh, en Blizzard natuurlijk. ook al zijn dat inmiddels grote bedrijven geworden. dat neemt niet weg dat die mensen die zich daar een creatieve positie. Uh, hebben bevochten. Mm -hmm. Waarschijnlijk vaak uh, is de ruimte voor die creativiteit gemaakt door andere managers. Mm -hmm. Die situatie verandert. Dus veel van die mensen gaan weg. Dus de, uh, je kunt niet zeggen van oh, maar deze studio heeft dit gedaan. en die studio heeft dat gedaan, en die studio heeft dat gedaan. Het is maar de vraag hoe in zo'n nieuwe situatie zo'n ja. studio nog in staat is om zijn beste creatieve. Uh, werk te, uh, te maken. Ja, eigenlijk. dat is koffiedik kijken. Het enige wat ik nu kan zien is dat uh, vanuit de development studios van Activision en Blizzard er veel blijdschap is. Omdat ze uh, blij zijn dat ze onder Microsoft vallen. Omdat ze verwachten, hopen. Uh, dat er eindelijk dingen gaan veranderen. Structureel uh, ook aan creatieve vri vrijheid. Dat is iets wat veel Spencer wel heeft aangegeven. Ja. dat hij dat heel belangrijk vindt. Ik, ik weet niet, het is allemaal. Ik moet ook zeggen dat de studios, hè, dat zie je bij Xbox Game Studios. Zie je dat bij 343, zie je dat bij Obsidian. Mm -hmm. weet je, dat zijn allemaal hele specifieke. Fieke, creatieve, uh, relatief kleine studios. Die ja. hele toffe shit Ninja maar, Theory ook ik, zwijntje. Rare. Je kan het nooit met zekerheid zeggen. Ik, bedoel, ik, ik ben het heel met jou eens. Als dit niet werkt uh, over twee jaar, dan gaat er ook de houdegen in. Ja. En dan gaan de, 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 absoluut. Dus ik kan nooit zeggen van het gaat allemaal goed komen. Ze hebben één ding. Eén ding wat het mogelijk maakt dat creativiteit meer kans krijgt bij Xbox Game Studios en dat is de doelstelling. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een PlayStation en wat mindere mate Nintendo, maar met name een PlayStation die moeten grote games maken met grote budgetten, want daar draait het om. Die first party dat moeten blockbusters zijn. Dit draait om Game Pass. En Game Pass is ook gebaat bij hele kleine pareltjes van een paar uur. Uh, ik verwacht dus dat er meer mogelijkheden zijn voor studio's om. om Kleinschalige projecten of andersoortige projecten te beginnen, dan alleen maar. Jij moet nu een game maken waarbij we zoveel uh, miljoen gaan verkopen. Nee, het gaat om het totaalsom. Natuurlijk, ja. er zullen blockbusters gemaakt moeten worden, maar het gaat om: er moet elke maand moet er content opkomen. En Phil heeft al gezegd: één keer per kwartaal een blockbuster en elke maand moeten er één of twee titels bij komen. Nou, ik denk, je ziet het al bijvoorbeeld bij Obsidian, mm -hmm. die naast uh, Wout, wat hun flagship is, uh, ook Grounded mochten maken, ook Pentinent mochten maken, of nee, Outer Worlds, en ja. ook andere dingen hebben mogen doen. Uh, bij Rare heb je gezien dat het ook weer helemaal fout loopt, dus Absoluut, het kan alle kanten op gaan. Mm -hmm. Ik denk wel wat je nu hoort is: van oké, okay, dit is wat minder verstikkend. Um, er is weer wat meer mogelijkheid om dingen uit te proberen. Ja, de tijd gaat het leren. De tijd ja. gaat het leren. Wat ik heel interessant vond, is ook uh, dat iemand heeft uh, uitzitten zoeken. Ja, waar komt het geld nu vandaan? Hè? Ik bedoel, ze hebben nu Microsoft of ze hebben nu Activision gekocht. Oh ja, nee, dit, is, dit is feitelijk nu uh, de stand van zaken als we het hebben over wat komt er nu aan geld binnen. Mm -hmm. Nou, je ziet Nintendo. Uh, Nintendo is nog steeds de kleinste. Uh, dit was pre-merger 15. er uh, is nu die 7 miljard bovenop gekomen, die op jaarbasis uh, Activision bin, binnenbrengt. En je ziet, ze zitten nu al heel dicht bij PlayStation in de buurt. Maar wat interessanter is, vind ik, is um, waar komt dat geld dan bij Activision vandaan? En dan zie je dat maar een heel klein gedeelte, dat is geel. Komt uit Microsoft vandaan, dus uit de Xbox. Ja het allergrootste gedeelte komt uit Apple en Google vandaan. Dat is Android okay. en dingen. Dat zijn die mobile shit, weet ja, je. Dat... That's, maar dat is king natuurlijk. Dat ja. staat, staat Activision Blizzard. Nou ja, Beetje en ook Call of creatief. Duty Mobile, wat echt heel erg groot is. En... Oh, okay. uh, ik, ik, heb, ik heb een hele, Het is gewoon grappig, grappig dat, dat het, het, dit nieuws is dan weer uh, op het journaal geweest en, en in de krant. En in één keer word ik in de sportschool er weer overal op aangesproken. En gaan ze nu deze game maken? Gaan ze nu deze game maken? En ook op, inter, op, op Twitter zit ik dan met mensen discussiëren. En denk ik, ik snap het wel. Dit zijn hardcore gamers. Die hebben zoiets van, komt uh, Diablo nu dan uh, naar de Game Pass toe? Ik, ik, ik weet het niet. Het, ongetwijfeld. Mm. De focus van Microsoft is vele malen groter. Weet je Wat, wat Phil Spencer ook zegt. Onze concurrent is niet PlayStation. Hij heeft ook al gezegd: we gaan niet mensen bij PlayStation wegkrijgen. Ik ga ook niet de Switch gamers wegkrijgen van de Switch. Het zal misschien on top-of zijn als we een goede Game Pass aanbieding hebben. Maar ze gaan niet zeggen. oké, okay, fuck die hele Switch. Ja. Ik ga nu niks. Doen. Het gaat om die 2 miljard mensen die nog niet zo vaak of niet gamen. Die willen ze bekrijgen. En die ga je dus uit deze hoek halen. Hoe ze dat doen. Ik weet het niet. Ik kan me voorstellen dat ze gaan nadenken misschien over een casual abonnement op, op Game Pass voor 7 dollar per maand. Nou, met al... Een, een, een weet... mobile Game Pass ligt heel erg in de lijn der verwachting. Exact. En, en dat is... Kijk, laten we eerlijk zijn. mobile is een Puinhoop nu, ja. weet je, ik, ik zag toevallig laatst, omdat je die mobile revenue streams worden heel erg gedreven door al die advertenties. Mm -hmm. Dus ik zag laatst weer, of vandaag eigenlijk een tweet van iemand die zei: Pas op als je star speelt, dan krijg je opeens een reclame te zien met allemaal beelden van wat er in Gaza is gebeurd. Weet je, <laughs> en dan zitten je kinderen zitten te spelen en dan komt die Gaza crap voorbij. Weet je, ja. dat is niet, uh, uh, dat is niet tof. Dus die ja, weet je, mobile is een puinhoop, dus het, het schreeuwt er gewoon om dat daar een partij komt die een soort kwaliteitsstempel um, toevoegt. Eigenlijk aan mobile, ja, en dat, um, uh, dat, dat heeft uh, uh, Apple heel erg laten liggen. Mm -hmm. Google heeft dat nooit gedaan. Apple, ooit was uh, de App Store een, een kwaliteitsproduct, ja. nu al lang niet meer. Um, ja, dus het is heel erg... Uh, uh, het ligt heel erg open. Dus het, nee, nee, absoluut. Marcus, wat zou dat kunnen doen? En daar, daar zit die winst in. En die winst kun je dan gaan uitbreiden... door te zeggen van... als ik dan eenmaal via mobile binnen ben... voor een laag bedrag... Uh, dan kan het zo zijn... Uh, dat, dat ik dan ook reclame maak... voor mijn andere games, weet je. Of en ik doe een aanbieding van uh, deze maand... ook op Gamecast kun je, weet ik veel... Halo even spelen. Weet je. En dan gaat die uitbreiding... oh, fuck, dat is ook wel breed. Ja. En, ja, dat, dat, maar dat is een traject. En uh, wat ik al zeg... ze zeggen 130 miljoen gamepass Pass... In 2030. Dat is waar ze naartoe willen. Het is niet het geneuzel over uh, ja, ja, weet je wat? Dat zijn de mensen. Ja, maar Call of Duty zal dan exclusieve uh, maps krijgen. Denk ik van ja, het zal allemaal wel. Maar dat is echt niet waar fucking Microsoft mee bezig nee. is. Dat is dat dat is old school ja. nadenken over games. Dit is new school. Gaat het lukken? Ik weet het niet. Niemand weet het. Het is ze proberen dit en lukt het niet. Dan is het misschien over vijf jaar gewoon klaar. Ja. zie ik Microsoft ook niet meer terugkomen. Zo van, oké, okay, dan gaan we die Xbox weer doen. Want dat, dat gaat dan ook niet werken. Het is gewoon een, um, ja, alles of niets. Ja. Dat lukt. Um, Bobby Cottage heeft gezegd, uh, oké, okay, het is rond. Uh, oké, klaar met die handel. Ik, uh, ik stap, uh, ik ga weg. En dat gaat hij dan doen begin 2024. Volgens mij april. Dat is dan het eind ja. van het fiscale jaar. Ja, blij opgerotsteld. Hij, hij gaat de... filantroop worden. Ja, nou, hij, natuurlijk gaat hij filantroop worden. <laughs> Dus ik zat hem al, ik ga misschien bellen of hij uh, de piepshow wil uh, sponsoren. Ja, nou, nee, dat... maar um, ja ik, ik snap het ook wel. Uh, de man heeft zijn geld binnen. Wat moet hij nu nog gaan doen? Nou ja, dat, iets wat hij leuk vindt, dat wil ja. je altijd. Weet je, mensen geld hebben geld, dan gaan ze iets doen wat ze leuk vinden. Ja, wat gaat hij doen? God, God weet het. Ik denk dat het verder ook niet zo heel erg belangrijk is. Nee. Uh, ik denk dat um, hij. Uh, zou hij vrij, dit vrijwillig hebben besloten? Of is dit ook wel met een soort van: beetje zelfs met Phil Ryan zo'n hele zachte, lieve. Duw richting de uitgang. Nee, maar dit is gewoon onderdeel van de hele deal geweest. Ja. Kijk, je kunt niet twee kapiteins op een schip hebben. Dus als hij aan zou blijven, dan zou die direct in het ja. vaarwater van Phil Spencer komen. Nou, dat kan niet. Dat is gewoon niet hoe Microsoft georganiseerd is. Nee. Uh, hij, heeft, uh, um, ja, hij heeft zijn eigen aandelen natuurlijk ook verkocht aan Microsoft. Mm -hmm. uh, hij heeft een bonus gekregen, waarschijnlijk voor die overname. Um, ja, ik bedoel, hij, hij komt daar heel goed uit. Hij, ik bedoel, op dit niveau, ik denk dat je 100 miljoen uh, plus uh, loop je mee weg. Dus hij en heeft gewoon die 250 miljoen nu in totaal. Oké. Okay, nou, prima. prima. Ja. Dan dan hoef je. En ze nog aandelen hebben en zo. Die misschien houdt hij dat. Nee, dat is het bedrijf is overgenomen. Dus er Ozee. zijn geen aandelen. Dus misschien is het omgeruild voor aandelen Microsoft. Ik weet niet. Er zijn het bedrijf wordt van de markt gehaald. Het is ja. niet meer. Het heeft geen aandelen meer. Het is nu eigendom van Microsoft. Ja. Dus dat. Um, hij ja, heeft 250 miljoen. Ja, god, wat gaat hij doen? Uh, waarschijnlijk eerst heel lang vakantie vieren, ja, en dan depressief worden en dan gewoon erachter komen dat het leven heel bijna is. Een hele <laughs> hele jonge jonge vrouwen van 25 gaat hij dan ja, dat kan uh, ook. Op, op zijn jacht uh, ja. te grazen nemen. Dat soort gaat of een boek schrijven, dat, dat zou ik ook wel leuk vinden. Een boek nee, van hij van, heeft nog niet eens een boek van Bordeaux. Hij heeft niet zo heel veel gedaan, weet je dat uh, hij is uh... 30 jaar werkt. Hij er ook volgens mij alweer. Ja, maar weet je hoe lang. hij groot is geworden? Nee, hij stond uh, een keertje. Um, te praten met Steve Wynn en als je in Las Vegas bent geweest, dan weet je dat je hebt daar de Wynn Casino toch? Ja, dat okay, staat heel yeah. goed. win staat op yeah. w-y-n-n -n of zoiets. En dat is gewoon een, dat is een hele beroemde miljardair. En Bobby Cotted zei van nou: ik, uh, ik heb een plan, die gamesindustrie, dat wordt wat. Uh, ik wil me inkopen bij Activision. Uh, we gaan het bedrijf gewoon groot maken. En die Steve Wynn zei: Nou, wil je dat doen? Dat is goed. Uh, ik geef je krediet van 100 miljoen. Ik ben benieuwd wat je ermee gaat doen. Nou ja, dat heeft hij goed gedaan. En dat, uh, dat heeft hij dus heel goed gedaan. Dus, uh, Slimme zaken, man. Ja, precies. Dus dat, uh, dus dat is, een, Bobby is een beetje de oogappel van Steve Winters. In principe geldt er wel zoiets van uh, pay it forward. Dus ja. uh, Bobby heeft misschien ook wel weer een oogappel... die hij opleidt om een succesvol zakenman te zijn... met zijn netwerk, ja. met zijn geld. Dit, dit soort mensen zijn natuurlijk ook wel... Worden, dat geld is, dat, dat is tof, maar het is vooral het ego... wat bij dit soort mensen enorm groot is. Ja. En dan kan je wel zeggen van... oké, okay, ik ga nu een tijdje niks doen... maar dan borrelt het toch weer op dat ze erkend willen worden. Dan gaan ze toch weer iets nieuws proberen. Ik weet ofzo. niet of dat bij hem zo is per nee? se. Ik heb hem een keertje ontmoet en ik vond hem wel een hele scheiden uh, guy ik vond okay. him, ik ben geen fan van Bobby Kotick omdat hij altijd zo uh, hij is echt van de spreadsheets yeah. en ik heb zo ja ik vind juist die bevlogen omdat weet je dan vind ik uh, veel, veel Spencer veel toffer weet ja. je echt die bevlogen gepassioneerde game makers die gewoon een bedrijf heel groot maken en Bobby Kotick is daar niet één van dus dat nee. uh, ja, nou ja goed we gaan, we gaan het in ieder geval uh, zien. Ja. Um, dan Daar gaan we het over hebben. Over staan, want hij, je ja? kan eigenlijk niet Bobby Kotick zeggen zonder zijn tegenhanger, de directeur van IA. dat was uh, John. Ja, nee, ja, goed. Ja, die kunnen we erbij pakken. Ja, um, Ze gaan op je lijstje staan. Uh, nou ja, het gaat over i.e. Het is meer over uh, dat is wat anders. Maar John Ricci Tello um, die is uh, uh, eruit geflikkerd bij, uh, bij Unity, ja. En dat is de zoveelste bedrijf. Deze man komt en uh, ik, ik wil hem niet vergelijken met bijvoorbeeld Phil Harrison, die ik ook ook constant ziet opduiken nu bij bedrijven die ooit deed iets goeds en daarna ja. alle, alleen maar fails ja en roger Tello is wel echt het straatvoorbeeld van een gast die altijd miskleunt nou ik ben, kijk hij heeft natuurlijk echt heel veel gedaan voor unity hij heeft dat ja. echt heel groot gemaakt hij is een um, um, hij, hij is gewoon een, een wat dat betreft echt een van de oude stempel ook zo'n zo spreadsheet ondernemer ja toen hij uh, eruit is gebonsuurd door de raad van bestuur bij i.e. Toen had iedereen zoiets van, oh shit, wat gaat er met IA gebeuren? En dat probleem is eigenlijk nooit opgelost. Weet jij, hij heeft de ja. cultuur neer, neergezet bij J. Die is tot op de dag van vandaag is die problematisch. Mm -hmm. um, ook weer een, 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 een ondernemer die niet op de creativiteit heeft gezeten, maar op nee. de kwantiteit heeft gezeten. En dat, um, uh, dat is jammer. Um, ja, en, en bij Unity, ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het verrassend wat hij voor elkaar heeft gekregen daar. Mm -hmm. Dit is ook het soort ondernemer die uh, zich gespecialiseerd heeft in finance. Dus um, hij is een spreadsheet ondernemer. De, de, de andere kant van van die medaille is dat je weet hoe je uh, je bedrijf moet financieren en herfinancieren yeah. en herfinancieren en herfinancieren. Dat is een soort spelletje, weet je, aan de hand van uh, je credit rating en lage rentes en daarmee spelen. Hij heeft daarin heel veel betekend voor Unity. Dat mm -hmm. is helemaal over de kop uh, uh, doorgefinancierd. Uh, dat heeft ook veel geld opgeleverd uh, voor aandeelhouders, maar ook voor Unity om zelf te groeien. En vroeger of later. Uh, ben je dan aan het toewerken naar een overname of naar een beursgang of iets dergelijks. Mm -hmm. Nou, Unity is al beursgenoteerd, dus dat was dan niet zo'n uh, groot probleem. Ik dacht dat dat overigens ook onder Ricci Tello gebeurd was. Uh, dus dan zou je zeggen van, oké, okay, dan moet er ergens een grote overname komen. Die kwam er niet. Um, en toen moest hij een ander verdienmodel uh, uit zijn broek Ja, te daar heeft hij zijn hand een beetje mee overspeeld. Ja, en toen heeft hij eigenlijk zijn community in de fik gestoken. Ja. En dat is... Echt een, een klassikale fout, ja. Een klassieke fout dat hij dat gedaan heeft: dat hij eigenlijk heeft gezegd, van ja, nu gaat, gaan al mijn klanten die gaan drie keer zoveel betalen. Want er moet geld, het geld moet terugverdiend worden. Dat is eigenlijk ja. wat er aan de hand is, want ja, die rentes gaan omhoog, het moet geherfinancierd worden. Dus je, ja, je moet je hebt geld, nodig. je hebt cashflow nodig. Ja. Nou, en dat is uh, uh, zeker in de tijd van een naderende recessie, uh, ja. uh, waarin door inflatie uh, game development te duurder worden, gaat hij opeens zeggen van, nou weet je, als je mijn engine gebruikt, dan ga ik als eerste uh, verdienen aan jouw game. Ja. ja, dat valt niet in goede aard, uh, zeker in een wereld waarin veel concurrentie is. Dus um, ja, dat uh, Unity heeft dat volgens mij teruggedraaid. Ja, ze hebben het eigenlijk zo stap voor stap, voor stap voor stap, is het nu vrijwel helemaal weer ouderwets. En okay. uh, uh, ze konden ook niet anders, want er kwam zoveel ophef over. En uh, Unity wordt door een aantal grote bedrijven, maar ook door heel veel, door, door kleine uh, developers uh, gebruikt. En die, uh, ja, die stapten er eigenlijk ammas uit. Ja. Uh, van oké, okay, dan doe ik maar Epic. Uh, Epic heeft er ook wel een beetje op ingespeeld natuurlijk. Unreal, of, yeah. of Unreal Engine, ja. Um, de, ik zag allerlei ook al soort vanuit de community uh, uh, initiatieven opkomen van uh, dit is ook een engine, kun je ook gebruiken, kost je niks en dan et cetera, et cetera dan, dan betaal je pas dan en dan uh, nou ja, helemaal misgegokt inderdaad en um, ja, zijn touch is die, was die dus even kwijt of te veel geredeneerd vanuit financiën en te, wat te, te weinig uit de developer, er kon geen kant meer op, er was ja. nergens meer geld haalbaar. Nou, het, het is klaar, dus dan uh, en in die zin is je ook terecht ontslagen ja Um, niet zozeer omdat hij die fout had gemaakt om dat geld op te halen bij de community, dat is natuurlijk niet chic, nee. uh, maar nog meer omdat hij eigenlijk dat bedrijf, uh, uh, hij heeft niet die rentestijgingen zien aankomen en hij heeft dat bedrijf niet goed uh, gepositioneerd. Voor een, uh, voor, ja, voor een, voor een alternatief uh, traject eigenlijk. Ja. En ja, dan krijg je dat. Waarschijnlijk loopt er een of andere financieringsconstructie uh, 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 die ze hadden. Die loopt af. Dat moet geherfinancierd worden. Ja, en nu moet dat in Amerika tegen 6, 7 procent. <laughs> dat, uh, dat is ontzettend pijnlijk. Ja. Of ze moeten aandelen gaan uitgeven. Uh, wat weer betekent dat we een soort verwatering gaan zien. Waardoor de aandelenprijs naar beneden gaat. Dus aandeelhouders zijn niet blij met Ritchie nee, Terrel. En hij klopt ja, Inderdaad. Ja. Nou ja, we zien hem ongeveer wel weer ergens terug. Dat soort mensen die vinden altijd wel weer een plekje. Medelijden hoeven we niet te hebben. Maar het is een mooie brug naar um, dit nieuws. Uh, wat uh, Bloomberg uh, bracht. En ik kan wel op het link klikken, maar dan moet ik betalen voor Bloomberg. En dat doe ik niet. Um, maar het gaat erom, en dit is ook wel weer een verhaal: dit gaat erover dat Disney, Disney zit, zit niet in een hele lekkere positie op dit moment. Gaat niet helemaal lekker. Nou, hetzelfde verhaal wat Boris vertelt: geld. Um, en wat krijg je dan? Aandeelhouding die gaan een beetje moren en aandeelhouders, stakeholders, uh, die hebben nu tegen uh, Bob I uh, Iger, 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 Iger. Iger. Ja. Dat is een oude de oude baas die weer een beetje, die is eigenlijk weer teruggehaald, weet je wel? Van om, om Disney ja. weer uh, te gaan redden. Die heeft Geen gezegd, er nog Finding Nemo. Dat die haai achter Fanny Niemel aan zit. Ja. Die, die haai is gemodelleerd naar Bob Iger. Oké, okay, goed. Hij was eerst een lul. Maar nu mm. zeggen ze toch weer van... Oké, okay, kom dan weer terug. Ja. Uh, en die stakeholders zeggen... Uh, Bob, uh, jongen, um, je moet in gaming, man. Je moet ja. in gaming. Daar is het geld. En fucking koop meteen iets groot. Geen geneuzel. Koop bijvoorbeeld een EA. Dit is speculatief. Uh, in de zin van... De naam IE koppelen aan Disney, maar dit is wel wat er vanuit die aandeelhouders uh, naar voren is gekomen. Ik vind het altijd, ja, dit is precies wat je niet wil, denk ik. Luister, dit wat hier heel belangrijk is: IE mm -hmm. is in zwaar weer terecht Dat, aan het komen, ja, ja. En uh, er moet iets met IE, dus de aandeelhouders van Disney die zeggen: Je moet IE kopen, zijn dezelfde aandeelhouders die IE ook heeft. <laughs> Dit is hoe dit werkt. Okay. Dus uh, zij zoeken een manier om een exit te genereren bij EA. Ja. Uh, en zoeken dat bij Disney. Disney heeft zijn eigen probleem Op dit ogenblik weet je alle grote franchises, de franchises hebben ze woke gemaakt. Weet je dat ze allemaal weer met de she-hulk en weet ik wat. Shit is, het is de ene flop na de andere. Mm -hmm. uh, ze hebben uh, Star Wars, hebben ze al het uh, nodige geweld aangedaan. Uh, Marvel franchises hebben ze geweld aangedaan. Het gaat gewoon niet erg goed met Disney. Mm -hmm. uh, en vooral creatief gezien, nou zou je je af kunnen vragen: oké, okay, wat gaat IA dan veranderen aan dat creatieve probleem wat Disney heeft? Nou, het antwoord daarop is helemaal niets. Nee, nee, nee. Het enige wat IA heeft, is een bol development kracht. Uh, gebruikmakend van Andermans licenties. Bijvoorbeeld van Disney-licenties. Ja. Nou, dat, dat daar een soort. Uh, uh, Win te, te halen valt. Wat vreemd is, omdat Disney nou juist Star Wars heeft weggehaald bij IE exclusief, omdat het een puinbak was. Maar exact. Dus... En dat is, het, dat is het vervelende: dat IE is stervende. Disney is stervende. Als je twee stervende bedrijven bij elkaar brengt, is ja. het weet je, twee keer min, wordt niet zomaar plus. Weet je in dit geval. Dus dat is, uh, ja, dit, dit, dat dit, is gewoon heel uh, ja, lastig. Dat is ja, gewoon moeilijk. Nou, het, het, het met name enge is ook hier zie je weer een van dat, dat, dat het zijn creatieve bedrijven. Dat moet. Entertainment. Er moet mooie shit gemaakt worden. Maar de drijfveer is dus. Oké, okay, dus mijn stakeholders. die bepalen. wat er gaat gebeuren. Koop fucking IA. want in gaming is het. Nou, nee, maar dat is altijd zo. Dat is niks nieuws. Het ding ja. is gewoon. van hoe past IA. binnen de bedrijfsvoering van Disney. En het antwoord daarop is niet. Het past daar niet in. Nee. En je ziet het al. Want Disney heeft al een keer. in een eerder stadium. een uh, hun gaming tak gesloten. Dat was toen. Dat zette 2 maar miljard. Dat geeft gewoon aan dat stakeholders. echt totaal niet weten. waar ze het over hebben. Nee, je wel. Want uh, wat ik al zei. De aandeelhouders van IA zijn dezelfde aandeelhouders nee, als Disney. Die willen gewoon zorgen dat IA wordt ondergebracht in een, in een wat groter Het Gaat zijn geld maar hebben. niet om de games. Dat bedoel ik meer. Nee, natuurlijk gaat het nee, niet nou, om de okay, games. Okay, okay, Nobody <laughs> nee, nee, gives that, a fuck over die games. Die aandeelhouders willen gewoon that's geld. Maar dit is natuurlijk gewoon voor. Kijk, um, als IA onderdeel is van een Disney en sterker nog de spiraal gaat naar beneden, bedoel, FIFA heeft nu wel. De, een van de beste launches sinds ooit. Dus dat gaat dan wel aardig. Maar goed, er zijn ook nog genoeg anderen die het dus Battlefield heeft het weer een stuk moeilijker. Stel nou dat het daar slechter en slechter mee gaat. Als het een eigen entiteit is, dan geef ik het meer kans om overeind te blijven of te zoeken naar interne oplossing. Dan als het weer een onderdeel is van een bedrijf. Dan wordt het zo ja, uit. want dan wat ze gaan, dan gaan doen, namelijk, is alleen nog maar Disney-franchises omgieten in games. En dat ja. hebben we al gezien. Dat ja. werkt gewoon niet heel erg goed. Nee. En daarnaast krijg je nog van die dingen als bijvoorbeeld. Uh, ik zag laatst wat cijfers voorbij komen. N niet de succesvolste uh, Star Wars-franchise, maar een van de succesvolle Star Wars-games. Is dat mm -hmm. Lego Star Wars? Ja. Nou, dat wordt niet door IA gemaakt. En uh, uh, dat, ja, weet je, dat, hoe gaat dat dan daar weer in passen? Weet je, betekent ja. dat dan IA alleen nog maar alle Disney-games gaat maken? Ja, tuurlijk gaan ze dat zeggen. Dus ik denk eerlijk gezegd, voor Disney is het geen, zou het geen succes zijn. Ik denk dat het voor IA in die zin een succes zou zijn... dat het een direct probleem oplost. Namelijk ja. dat ze een grote broer nodig hebben. Uh, ze moeten verkocht worden. Uh, maar het, het, het feit blijft dat IE... is aan zich niet een powerhouse... Uh, zeker uh, als je nu kijkt wat er gebeurt rondom Microsoft Activision Blizzard, Bethesda, die hele combinatie. Ja. Dat is een gigantische moloch geworden. Uh, je hebt kans dat er nog eentje op staat. Dan heb je nog de, de bijna de, de arthouse uh, successen. Zoals bijvoorbeeld, uh, uh, weet ik veel, CD Project Red. Of mm -hmm. Nintendo. Misschien wel Nintendo is wel erg groot. Maar, maar toch heb je zoiets van dat is in ieder geval, dat is echt art. Weet je? Dat, ja. daar, dat zit echt de kwaliteit van de game, staat voorop. En zo zijn er misschien nog een paar uh, uitgevoerd. Slash developers. Maar IA is daar niet één van. En Disney is er inmiddels ook niet één van. Nee. Um, ze passen uh, in dat opzicht een klein beetje bij elkaar. Is dat ze allebei heel erg de weg kwijt zijn. Maar ik weet niet of twee bedrijven die de weg kwijt zijn, elkaar op het juiste pad kunnen ja, lopen. Nou ja, goed, er staat ook bij. Uh, uh, in, in, de, in, in de tweet staat hier ook. Uh, Iger has so far been non-committal. Dus ja, die snapt zieken. ook wel van oké, okay, ja, dit ja, moet we gaan nu gaan niet doen. doen. Ja, ja. Uh, maar goed, het geeft u aan. Uh, misschien dat over uh, een maand de stakeholders opeens weer een ander idee hebben. Dit is ook een bedrijf uh, die gewoon niet heel lekker draait. Goed, gaan ja. we het even hebben over PlayStation. Um, ja, Deze week deden ze een paar aankondigingen. Um, en die deden toch wel het nodige stof opwaaien. Allereerst kwamen ze dus met, uh, daar is die dames en heren, uh, het is een nieuw model van de Playstation 5, de Playstation Slim. Nice. Uh, hij is wat kleiner. Um... Is hij wat slimmer? Uh, hij is wat slimmer inderdaad. Nou, er zit geen schijf in, je kan hem dus zonder of met schijf kopen. Als je de Blu-ray erbij wil kopen, betaal je weer 70 dollar. Uh, als je hem verticaal, daar ging het een beetje om, als je hem zo wil neerzetten, dit dingetje, kost je ook 30 dollar, moet je er los bij kopen. Dat is dat voor dingetje? Ja, dat is, dat is je standy. Met 30 hier... dollar voor dat stomme stand Ja, 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 ja. Jezus Christus. Um, plus dat ook de digitale editie van de huidige PlayStation 5. Die hebben ze met 50 dollar omhoog gegooid. Waarom? Nou ja, dat is dus de vraag. Waarom doen ze dit? Waarom uh, komen ze met deze editie? Maar waarom ook die dingen? Maar de... dit snap ik helemaal. Ik bedoel, ja. slim-edities hebben we bij Playstation altijd gezien. Ja. En ze zijn altijd mooier dan de, dan de origineel. Mm -hmm. uh, en ik vind de origineel echt ontzettend lelijk. Ik ja. moet zeggen, ik vind deze nog steeds heel lelijk. Het is een kleinere versie van lelijk. Uh, ja, het is iets minder lelijk omdat <laughs> het kleiner is. Maar... Um, uh, ja, weet je, en ik had, ik had me echt voorgenomen van ja, ik ga dat halen, ja. maar ik blijf nu gewoon een beetje dat ding hebben van ja, maar wat ga ik daar dan op nee, spelen? Nee, wat absoluut, dan? maar dat is een ander andere probleem. versie. Ja. Um, Waar het een beetje om gaat. En ik, ik ga dan even voor naar een tweet uh, van, uh, van deze man van Jess Gordon. En uh, dat is iemand die voor Windows Central. Dus hij is wat biased uh, qua Xbox. Nou, dat kun je wel zeggen. Dat kun je wel zeggen. Hè? Maar um, ik vind dat zijn opmerking. The fact that PlayStation can just increase the price of its stuff so easily, says to me, they don't see Xbox as a threat anymore. En daar vind ik wel een bepaald. kijk, Microsoft heeft duidelijk gemaakt. Um, voor ons draait het niet meer om de console. Ja, we brengen de console ook uit. Maar in de langere termijn. En dat zie je ook met die digitale versie die ze doen. Uh, mm -hmm. Daar gaat het allemaal heen. Ze willen eigenlijk mensen naar een digitale versie. En liefst op een gegeven moment helemaal geen versie hebben. En Game Pass. Dat is het. PlayStation. Denk ik dat die nu ook langzaam het inziet. Uh, het heeft ook te maken met. Um, uh, de recessie natuurlijk. Van dingen zijn gewoon duur. Dus ze moeten met die prijs omhoog. Maar het zijn van die kleine dingen als inderdaad die standy, daar maakt iedereen dan grappen over van kijk dat dat een console 50 euro duurder wordt op dit moment Snappen ja. mensen nog wel, maar waarom zo'n fucking ringetje een 30, ring, 30, dollar. 30 30 dollar te maken? Maar weet ik je, vind dat dat bij PlayStation al sinds de launch van de PlayStation 5 merk je gewoon hun controllers zijn echt duur geworden, die zijn gewoon 70 ja. 80 euro volgens mij, uh, terwijl een Xbox controller is uh, uh, 60 euro zeg, maar wat. Ja. Um, dus je merkt gewoon dat daar, er, er, ja, alles een, weet je, games zijn een tientje duurder. Mm -hmm. Het is allemaal net wat duurder. En op zich is het niet erg om meer te betalen voor iets, maar dan wil je ook meer krijgen. En ik heb dat gevoel niet helemaal bij PlayStation, weet je. Het is dat nou. 30 dollar voor een PlayStation-idee, zo van je betaalt meer, maar je krijgt nog steeds niks. En dat is, ik ik, 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 zie dat PlayStation 5 het goed doet. Ik zie dat mensen PlayStation 5's kopen. Maar er is ook zoiets. Ik ik weet ook zeker dat jij dat ook herkent. Jij daar hebben we het zo vaak mm -hmm. over gehad. Wat je altijd had: wij deden altijd jaarlijks, deden we die, die uh, launches van, uh, van Call of Duty. Ja, en dan had je altijd eigenlijk elk jaar werd Call of Duty werd wat slechter en weet je dat werd doorbroken door games als uh, uh, weet ik wel, Modern Warfare dat was mm -hmm. een gigantje en dan de, daarop, volgende jaren zag je eigenlijk dat het steeds minder en minder en minder werd en wat je de hele tijd zag is dat de uh, verkoopresultaten steeds een generatie oversloegen mm -hmm. dus Modern Warfare was ontzettend goed en um, uh, die verkocht, uh, uh, verkocht natuurlijk ook goed, zeker gedurende het jaar. Maar wat je daarna zag, is dat volgens mij Black Ops kwam daarna, die was wat minder mm -hmm. en die, uh, of die was eigenlijk een stuk minder in veel opzichten. En die verkocht dan uh, uh, nog steeds goed, omdat de verwachting zo goed was van die yeah. volgende, uh, van die vorige Modern Warfare. En zo zag je dat dat en de, de, de kolf voor die, ja. die verkocht juist weer wat minder, omdat je daar een de teleurstelling van Black Ops terugzag. Ja. Dus ik heb het idee van de Playstation 4 was zo krankzinnig succesvol dat je dat terugziet in de verkoopaantallen van, uh, um, uh, van, van de Playstation 5. Mensen hebben die verwachting van ah, er gaat heel veel uitkomen, het gaat super vet zijn. Ja. gaat dit spelen, dat spelen, ze spelen. En om heel eerlijk te zijn, er is ook veel third party. Ja. Maar dat heb je ook weer op de Xbox. En dan heb je Game Pass. Dus ik, ik heb het idee, het zijn twee werelden, twee verschillende verdienmodellen, twee, mm -hmm. twee verschillende Um, ja Ook gewoon game modellen. weet Je Je moet ja. in, die, in die wereld. Het zijn, ja, het zijn twee dingen die niet noodzakelijk nee, uh, het, samenkomen. Het, het is ook die, het is de communicatie. En kijk, Microsoft zit nu in een. wat... Er komen wat meer games uit, Starfield, Forza. Uh, dus ze maken er wat meer tam-tam over dat ze games mm -hmm. hebben. En met die Game Pass komt ook wel Lies of P, bijvoorbeeld een goede game, die was volgens mij ook gratis. Of tenminste, ik op Game Pass spelen. <laughs> Aan de andere kant, kwaliteit van Starfield en Forza. Was nog steeds niet top-notch. Maar in ieder geval, dan hebben ze daar wat over te vertellen. Mm -hmm. Bij Sony hebben ze alleen Spider-Man. Die komt nu dan uit. Uh, deze week uh, weten we de cijfers daarvan. Maar Kans uh, gaat je een hele lijst geven van games die fantastisch zijn. Nee, nee, nee. Ik kan zeggen, er is op dit moment niet, niet al te veel. En wat je nu krijgt is dan bijvoorbeeld al die hardware-aankondigingen die we nu hebben gehad. Of het nou de PlayStation Slim is. Of wat hebben ze nu weer die, 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 die streaming-device die je dan alleen thuis kan ja. gebruiken. Het slaat allemaal dood. En mensen focussen dan omdat. omdat kijk, als er alleen maar vette games uitkomen, elk kwartaal echt een blockbuster die iedereen fuck wat vet weet je wel. dan dan heb je als iets van oké okay, 30 euro Het is een beetje veel geld maar ja fuck het weet je ik moet het hebben want ik moet die shit spelen maar als die shit er niet is ga je dus krijgen dat mensen denken fucking hell moet ik nou weer 30 dollar voor voor deze bullshit gaan betalen ja. of dat in één keer bijvoorbeeld PlayStation Plus omhoog wordt gegooid terwijl er nog steeds geen nieuwe en uh, ze, ze... Ze, ze gooien eigenlijk alleen maar deze persberichten eruit en verder rest doen ze er verder ook niet zoveel mee. Nee, maar ik, ik... Alsof ze zelf weten van ja, oké, okay, zo fucking cool is het op dit moment ook niet om dit na nou nee, te Nee, maar doen. ik vind het gewoon raar dat er zo weinig uitkomt. En dan moet ik wel zeggen, third party komt er wel van alles uit, weet je. Er zijn best Heerlijk. leuke games te spelen op de PlayStation 5, niks ja. mis mee. Ik, doel, ik zit nu helemaal tot over mijn oren in Cyberpunk. Ja, maar ik, die ver... kun je ook op de Xbox spelen of op de PC. Precies. Ja. En, en ik bedoel, ik speel hem op PC maar, uh, en ik denk dat dat de mooiste versie is. Mm -hmm. Maar misschien is de PlayStation-versie ook wel mooi, weet ik veel. Dat zou best wel kunnen, weet ja. je. Ja, nou, dan heb je gewoon een fantastische game. Dus dat, um, uh, ja, weet je, die exclusives, die dreven vroeger echt de, de consumenten naar het ene platform of het andere platform. Mm -hmm. En nu merk je gewoon, van ja, weet je, veel van de games die iedereen speelt zijn op al die platforms. En ook vaak nog eens cross-platforms, zodat je tegen elkaar kunt spelen. Ja. Um, ja, weet je, ik, ik zie dat met, uh, weet ik veel, met Roblox, bijvoorbeeld mijn kids spellen van Roblox. Dan ja. zie je dat, het maakt niet uit waar ze op zitten, man. Het is allemaal als we een iPad is of een Xbox of een PC whatever, of een Mac. Het speelt allemaal tegen elkaar. Don het <laughs> allemaal niet meer, weet je. Nee. Dan denk ik van ja, het wordt wat minder belangrijk, die verschillende platformen. En ik merk dat bij mezelf, dat ik dus een Xbox Series X heb en niet een PlayStation 5 hoef te kopen. Omdat nee. er gewoon letterlijk nog niks is wat ik dan zou willen spelen. Nee, Nou en het probleem wat PlayStation nu een beetje heeft, is dat we... Dat de industrie langzaam aan het verplaatsen is naar sowieso digitaal. Dus het digitaal aankoop van games. Met heel langzaam. En daar zijn we nog echt nog niet. Maar het gaat er wel langzaam naartoe. naar die cloud oplossing. Als dat ooit een keer goed is. En het internet is goed. gaat dat voor veel mensen een mogelijkheid zijn. Nou, je ziet al dat Xbox is er al een beetje op aan het voor sorteren. Die is duidelijk ook bezig met de Xbox Series X. En met wat ze straks mee komen. Die digital. Prijs gaat omlaag. Mm -hmm. uh, alleen maar digitaal. Of je geen games kopen. Bla. Sony kan dat niet doen. Um, want, uh, dat was wel interessant, uh, ze, ze, ze maken ook films. En daar heb je gewoon discs op dit moment vooral voor, nog voor nodig. En uh, ze zijn. Is dat oh, zo? Nou ja, dat is, dat is voor analisten is dat nog steeds wel een, een belangrijke afzetmarkt. En Blu-ray? Wat, de, wat denk nou, je? Nou, ze zijn, die... zijn onderdeel van het Blu-ray-consortium. Op, op, op het moment dat zij zeggen: van Oké, okay, we doen helemaal niks meer met schijfjes. dan is zijn de schijfjes dood. Ja, precies. En dan snijden ze zichzelf ook weer in de vingers. Dus je ziet hoe. La, maar ze dus, gaat toch gewoon een of andere Sony-videodienst lanceren... waarbij die, die die shit in 4K kan ja, streamen Ja, dat zo? snap ik. Maar dat moet je opzetten. Daar moet geld voor zijn. Ja, je ziet okay. het dilemma bij Sony. Van, zij zitten nog zo vast... In die ja. oude wereld. En dan ja. kunnen ze niet uit. Uh, uh, en dat zag je ook weer hier aan. Bijvoorbeeld, ik zag dus. Uh, wat, wat gaat die slim kosten eigenlijk? We, we hebben ze dat, is dat al gelekt? Uh, ja, die is. Um, ja, nou, die is niet gelekt hoor. Die prijs is officieel. Maar die moet ik, dan, <laughs> moet ik even kijken hoor. Uh, volgens mij was het. Drie of was die 449, dacht ik. 4, 49 dat is, dat is 100 dollar. The Co ja. less device will agree. Oh ja, nee, die, ja, nee, dat, dat is dus de, de oude versie. Um, moet ik moet ik je even schuldig blijven, maar volgens mij was het uh, om, on, niet 229 of zo? Nee, We nee, van nee, 8 nee, 8 nee zeker even, niet, zeker hè? niet, zeker niet. Nee, nee absoluut niet. Oké. Okay. Dus zoveel goedkoper zijn ze ook weer niet. Ja, ik wacht dan eigenlijk toch op de, 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 de PlayStation Pro. Uh, ga ik dan nu maar weer opwachten? Want dit is het voor mij inderdaad. Uh, open, open. De PlayStation 5 Pro ga je opwachten. Ja, dat, dat is dan de volgende stap die ze gaan maken. Maar dan heb je weer een mini of een maxi. Uh, dan zal je waarschijnlijk wel weer een maxi hebben. Ja, dat is natuurlijk gewoon. Dit is het oude model. Weet je, eerst ga je verkleinen vervolgens ga je weer een, een uitgebreidere versie met okay. iets meer uh, power erin gooien. Ja, ik wacht gewoon totdat er een game uitkomt die <laughs> exclusief is voor de PlayStation. Die ik de moeite waard vind om ja. te spelen. En uh, dat zou overigens best wel. Uh, ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Okay. Maar. Um, uh, onze grote vrienden uh, die Days Gone's hebben gemaakt ja. van de studio Bent, mm -hmm. Bent met een D-studio, die hebben een tweet eruit gegooid. Ik had het tegen je moeten zeggen mm -hmm. uh, dat ze um, en die tweet refereerde naar Cypher Filter. En dat, dat vond ik wel tof. Okay. Want uh, het was onduidelijk wat ze gingen doen. Ze zouden dan werken aan de remaster van de remaster, van de remaster van de Last of Us. Yeah. En dat, dat werkte. En mensen waren het een beetje zat met die remasters de hele tijd. Uh, en toen zijn ze iets anders gaan doen. Mm -hmm. En um, niemand weet wat precies. Maar uh, die tweet zou mogelijk kunnen, erop kunnen uh, duiden. Dat ze bezig zijn met een relaunch. Uh, of reimagination of hoe je het wil noemen van Cyber Filter en um, oldschool PlayStation gamers ja. uh, die nog hebben gespeeld op een PlayStation 1 zoals ik die kunnen zich Cyber Filter herinneren want het is een fucking vette mm -hmm. uh, soort van spionage uh, thriller third person was het uh, in de tijd was het echt nieuw. Uh, inmiddels is het zwaar verouderd. Maar um, ja, het zou wat zijn als Studios daarmee bezig is. Nog liever had ik een Days 2. Maar Cypher en Filter vind ik wel tof. Oké, okay, uh, hier staat de Playstation 5 Slim is coming in exactly the original mode price of $4.99. Dus gewoon Bizar, zelf... ja, gewoon uh... niet eens een price ja, drop. Ze hebben geld nodig. Dat is het van... Ze... Ja, maar is ik heb ook nodig. geld nodig. Ja, nee. <laughs> Ja, maar dat maakt het ook maakt het games, lastig. Weet je? Dat maakt het ook fucking lastig. En ze zitten nog steeds met die 25 miljoen. Uh, de target die ze moeten halen. Je ziet duidelijk dat ze aan het pushen zijn. Om die target te halen. En dan misschien met een nieuw model. Dat het toch mensen zijn. Die dan nog maar een tweede Playstation kopen. Het moet ergens uh, vandaag komen. Um, deze vond ik ook heel interessant. Um, opeens was er het nieuws. Dat Playstation 5 cloud streaming. Uh, het was er. Je kon het gaan gebruiken. Uh, deze maand al voor Playstation Plus Premium. Manage. En heel veel mensen reageerden zo. Fuck. Zijn ze nou gewoon echt echt daadwerkelijk ook commercieel gezien eerder dan met Xbox. Want Xbox heeft gezegd van kijk, okay, het, het werkt allemaal. Je kunt er wat mee doen, maar het is nog zeker niet full-on. En we wachten nog even met investeren, omdat uh, het internet werkt gewoon nog tegen. Het is, de tijd is er nog niet ja, helemaal rij voor. Het werkt voor. prima op uh, Xbox? Ja, nee. Je kunt er regelmatig, kun je De games, of tenminste bijna alle games die in, op uh, Game Pass staan, kun je ook via de cloud streamen. Ja, nou, en dit is dus uh, deze cloud streaming. Um, mm. Dat is alleen dus... In-house. Uh, dat betekent dat je als je thuis met je tablet uh, rondloopt, dat ja, je dus. Ja, maar dat zijn van die dingen. Um, dat ze dat brengen het zo. met veel tam-tam. Um, maar. Ja. ja, wat is het dan uiteindelijk? Weet je, het. het, het... En waarom doen ze dit dan? Waarom is dit dan van? En film eindelijk... omdat het kan gewoon. Ja, dan maar dan, dan toch of proberen, of proberen ook dan van, oké, okay, maar Microsoft doet ook dat soort dingen. Dan gaan wij het ook doen met PlayStation Plus, maar dan niet op D. Het ze dus ze doen hetzelfde, maar ja. dan net niet zo. Ik ben zo. met je eens. Het voelt heel erg als een compromis. Ja. En um, ja, wat inderdaad waar dat heen gaat. Ik want denk uiteindelijk je... willen ze helemaal niet dat games full price uh, full price games gestreamd kunnen worden. Want ze willen ze zijn ge, gebaat ja. bij full price. Kosten. Ja, ze zijn dus het aan het acteren dat ze meedoen met Microsoft, maar doen het in werkelijkheid niet. Nee, nee. Ik vind het niet erg, want ik ben ook niet, niet zo'n fan van Game Pass dat ik zoiets heb van ja, maar er moet helemaal niks naast kunnen staan. Ik zie ook het gevaar van Game Pass. Ja. Het kan ook echt het, het, de prijsperceptie van games afbreken. Dat doet het al. Mm -hmm. uh, dus als jouw game een keertje Tuurlijk. gratis is geweest. Ik had het laatst bij de Abyss. Kijk, de Abyss nog die Cyberpunk ja? top-down shooter. Super vette game. Kwam uh, bij launch exclusief uit voor Game Pass. Uh, of niet activa was ook op de PC. Dus ik denk, ik wil die game, die wil ik spelen, uh, dacht ik laatst. En ik zie gewoon, die game is allemaal nergens meer. Uh, ja, hij is staat eraf gehaald, er, ja, Is eraf gehaald, Strafgaat staat niet meer in een gamepass. Dus uh, ik zoiets, uh, nou, dan kan je hem dus kopen. Kost weet ik wel 30, uh, 30 ja. euro. Of zoiets. Maar ik had echt zoiets van, hé, hey, wat kut, weet je. Ik, <laughs> ik had 30 euro al heel weinig gevonden voor een game van die kwaliteit. Zeker. Maar nu heb ik zoiets van, ja, maar luister, hij was al gratis en nu moet ik ervoor betalen. Dat voelt als diefstal, ik ga ja. het niet doen. Nee. Dus ik denk ook gewoon van, ja, je, je maakt ook echt. Iets, het een en ander oh, stuk. Met er die, zijn, er uh... zijn een heleboel dingen op aan te merken. Op, op, op Game Pass. Laat ik het zo zeggen, Game Pass gaat op een bepaalde manier destructive zijn voor de manier waarop gaming games industrie nu werkt. 100% dat dat gaat gebeuren. Um, maar dat hebben we ook gezien met muziek. Dat hebben we met film en series gezien. Het is uiteindelijk weer aan de industrie zelf om daar oplossingen voor te vinden. Um, ja. Alleen, ja, Sony zit een beetje vast. In, 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 ja, ja die kan niet mee met het nieuwe en die houdt vast aan het oude ze kunnen ook niet anders alleen ja, ja dan gaan ze een beetje meedoen en ze hadden dan een soort van slogan of waar kwam het dan op neer van ja als je de game download dan kun je nog wel vast spelen. En denk je van ja, is, is dat nou je fucking main topic? Ja, daarom. Weet je ja. van ja, ik snap het. Ik vind het kut ook hoor. Als ik dan s'avonds. Uh, ah, ik ga van lekker weet je, een Potje Call of Duty spelen of zo. Oh, fuck, een, een, een download. Ik vind dat tergend. Want dat duurt Heb je nog geen giganet? gigabit? Ja, nee, het gaat heel snel. Maar nog steeds is het 10 minuten, weet je. Wel. En ik wil gewoon spelen, nou, weet je nou, wel. Ja, maar. Ik zet mijn televisie dan uit en dan doe ik even wat anders. Weet je, dan ga ik niet. Oh, dan ga ik te verstreamen. Dus, maar dat, dat is niet waar je die techniek voor gaat gebruiken. Maar goed, ja. anyway. Uh, laatste kleine nieuwtje, omdat we het ook best wel vaak uh, negatief uh, nieuws hebben over Ubisoft. En het bedrijf is ook nog steeds wel gewoon in flinke turmoil. Maar de laatste Assassin's Creed. Uh, die doet het heel goed. Ja. Uh, biggest new generation launch. En uh, player count matches dat als uh, van Assassin's Creed, Origins en Odyssey. Ik heb dat al vaker uitgelegd. En dat is ook een beetje de bubbel waarin wij zitten: de bubbel van mm. hardcore gaming. Hardcore gamers zijn. Zijn terecht klaar met Assassin's Creed, omdat het elke keer hetzelfde is. Maar je hebt ook gewoon heel veel mensen die ja. elk jaar maar twee of drie games kopen. En daar is Assassin's Creed er altijd eentje van. En dat vinden ze leuk, omdat ze elke dag een half uurtje spelen en dan weer een week niet. Die staan daar anders in. Die denken gewoon: oké, okay, Assassin's Creed, goede naam. Ik vond het altijd vet en ik speel het. En die hebben een heel andere manier van kijken naar kwaliteit dan wij dat hebben. Maar, dus maar, 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 ik, ik vind dit fascinerend, maar om een andere reden. Mm -hmm. Deze game kwam uit in het uh, in de era dat Starfield ja, uitkwam, ja, ja, ja. in de tijd waarin cyberpunk uh, Phantom Liberty uitkwam. Ja. Dus wat je dus eigenlijk ziet. Is dat beide van die games. En bij Phantom Liberty snap ik. Dat dat mm -hmm. misschien enigszins een niche is voor de RPG fan. Weet ik veel ja. wat. Ik bedoel ook al was Cyberpunk groot. Het is natuurlijk ook heel erg gefaald. Um, maar als je kijkt naar, um, uh, naar Starfield. Dan uh, wat je hier dus ziet. Is ja. het succes. Want Starfield is niet uitgekomen op de Playstation. Ja. Dus dan. Uh, nee toch. Die is niet uitgekomen op de Playstation. Starfield. Nee. nee. Dus je, um, wat je hier ziet. Zijn de Playstation gamers die gewoon niet geketerd worden door Starfield. Ja. En die en je ziet het ook daaronder. Hashtag Playstation. Hashtag PS5. Gaming. Ubisoft. Ja, verdomd ja. Ik zie het nu. Boos, het ja. is, nou goed, boven staat wel ook nog een hashtag Xbox. Maar, ja. maar daaronder in ieder geval hashtag PS5. Ja. Het zijn voornamelijk Playstation gamers denk dat ik die dit zijn. Ja. Want de PC gamers die hebben genoeg te gamen. De Xbox gamers hebben iets anders aan hun hoofd. Uh, maar de PS game, Playstation gamers, die hebben helemaal niets. En die hebben dan opeens nu een nieuwe Assassin's Creed. Precies nee. van, ga ik dat spelen? D dat is waar. Uh, goed dat je dat inderdaad aan de Onderkant ook ziet ik denk wel als ik naar een gemiddelde middelbare school zou gaan en ik zou vragen: uh, kennen jullie Starfield? Uh, dat er dan uh, acht handen omhoog gaan en zeggen: ja. SSG, dan gaan er twintig handen omhoog. Ja, en dat is maar toch... heeft, als je vraagt: hebben jullie een PlayStation of een Xbox? Dan hebben, een dan hebben ze allemaal een PlayStation. Hebben ze allemaal een PlayStation? En hetzelfde geldt ook met FIFA. Er valt ongeloofl ongelooflijk veel qua kwaliteit op aan te merken. Maar je moet gewoon niet vergeten dat er ook gewoon heel veel gamers zijn die die kwaliteitseisen niet zo hoog stellen als de bubbel waarin wij zitten, namelijk hardcore gamers die zoiets hebben van, ik wil iets nieuws. Uh, voor maar, hun... maar is die is die, is die Assassin's Creed echt beter dan voorgaande Assassin's Nee, Geen het is een soort het, het is gewoon exact hetzelfde. Nou, dat bedoel ik. Dus, ja. dus wat je hier ziet, is eigenlijk het falen van Starfield. Wat je niet zou ziet, het is ja. niet het succes van Assassin's Creed. Assassin's Creed doet wat het altijd doet, ja. binnen een wereld waarin niks anders is. En uh, uh, daarom vind ik het interessant, want ik had in eerste instantie van, jezus, gaan die game uitbrengen recht tegenover Starfield? Ja. Nou, het is een, een slim geweest, want iedereen en was ze, iets hebben niet, ze hebben niet eens heel veel marketing gedaan, want het heeft het is niet. Nee, op, is Microsoft. Ja, nee maar vroeger was dit waar Assassin's Creed waren nog launch parties, uh, billboards, dat soort dingen hebben ze nu ook niet gedaan. Het is ja. gewoon de naam um, die staat voor een bepaalde simpele manier van gaming en heel veel mensen vinden dit tof en zitten niet te wachten op Starfield. Ah, je ziet ook het gevaar van een nieuwe IP, die moet ja. je echt laden. Niemand. Starfield, wat de fuck is Starfield nou? Mm. Um, maar ik vond het wel interessant. Uh, dat, en ik gun het ze natuurlijk ook gewoon dat ze een keertje wel het succes hebben. Maar goed, um, ja, aan de andere kant kun je ook zeggen. Guillermo en de management die zegt nog: Zie je wel, we moeten gewoon nog vier van die assassins Creed uitbrengen, want het verkoopt. Ja, of, jaar, dus, nou, dus, dus ja, ja dat is ook weer. Ik gevolg. moet je wel zeggen, ik hoor <laughs> veel mensen ook zeggen: van uh, ik speel nog steeds uh, Assassin's Creed Valhalla, bijvoorbeeld, ja. omdat dat een toffe games en vroeger had je dat met Black Flag, dat was ook zo'n zo ja. Assassin's Creed die bleef nog een aantal uh, delen dooretteren. En dan en die Valhalla is volgens mij die kopje voor een tientje of zoiets. Ik weet mm -hmm. het niet, dus ik mm -hmm. kan me ook voorstellen dat mensen blijven in dat Assassins. Uh, wereldje, doordat ze die oude games voor een tientje verkopen. Ja. En dat, nou, dat werkt gewoon. Nou, ja. en je kan lang spelen, Wat ik al zeg, van er zijn echt heel veel gamers uh, en op mijn sportschool kom ik met heel veel van die jongens in aanraking die gewoon één keer in de week anderhalf uur spelen. Dat is wel echt ja. wat anders dan hardcore gamers die elke dag vier, vijf uur in game stoppen. Die, ja. die vinden het gewoon, ah, oh, ik heb weer wat leuks gedaan. En in, in Valhalla, weet je, een stukje gedaan. En dan doen ze het drie, drie weken niet en dan pakken ze het weer op. Het maakt allemaal niet uit. Dat heeft het goed gedaan. Volgende week, nieuwe Piep show.